Deze samenvatting is mede mogelijk gemaakt door Brand Earl, John en Nina Mode en de Promotion Support Club. Welkom op een regenachtig sportpark Helbergen. Het is maandag tweede paasdag, 9 april 2012. En vandaag een inhaalduel tussen FC Zutphen en WVF uit Zwolle. Voorafgaand aan de wedstrijd moest Dick Vosseman nog even de lijnen bijwerken van de scheidsrechter. Maar met al die regen zal dat effect snel wegspoelen. De opstelling van FC Zutphen. Edwin van Nijen en Jeroen van der Tol houden dezelfde opstelling aan als zaterdag tegen SDV Barneveld. Alleen Sebastian Vallaar met een kleine blessure maakt plaats voor Gijs Wasseveld, die terug is na één wedstrijd schorsing. Trainer Jan-Jaap Kooistra heeft ook zijn vaste ploeg beschikbaar met onder andere Mike Ter Wiele, die volgend seizoen het doel van Alcides gaat verdedigen, en Bjorn Rellen, de topscorer van WVF met 11 doelpunten. Dion Reijnen is er weer bij na een schorsing. FC Zutphen heeft zaterdag een knappe overwinning kunnen vieren op SDV Barneveld. Dat moet vertrouwen geven voor het slot van de competitie. WVF verloor zaterdag met 3-1 van Dors Kampen en mist hierdoor een periodetitel. FC Zutphen heeft nog iets om voor te strijden, een derde plek die mogelijk recht geeft op na-competitie. WVF rest slechts de eer, bijvoorbeeld de grote thuisnederlaag tegen de Oranje-Roden rechtzetten. En dan de wedstrijd van deze middag, FC Zutphen. WVF, die onder leiding staat van de heer Gauthier uit Arnhem. Haak hem eens een saafje op Gijs Wasseveld. Gijs Wasseveld die verliest de bal aan Zaba Kwedelitse. En Zaba Kwedelitse wordt onderuit gehaald door Gijs Wasseveld. Dat ziet er niet goed uit en hij krijgt zelfs de rode kaart. Maar al snel komt scheidsrechter Gauthier erachter dat hij zich vergist heeft. En Gijs krijgt een gele kaart. Dus dat valt dan helemaal mee. Maar ja, een gele kaart is ook niet zo heel goed voor Gijs. Dan de vrije trap door Saba Kwedelitse. Maar Saba Kwedelitse schiet naast het doel van Ömer Demirci. Ja, dat was wel even schrikken voor de trainers. Maar het liep allemaal goed af. Mark Bloemendaal. Jim Keuze, een uitstekend balletje op Hakimis of Savi. Hakimis of Savi strandt op keeper Mike Ter Wiele. En daar staat Jeroen van Brummen te slapen en Aldo Joachim met de mogelijkheid. Maar hij schiet hoog over het doel van Mike Ter Wiele. Ja, en zo is de toon al direct al een beetje gezet. FC Zutphen wil natuurlijk aanvallen en gelijk een doelpuntje maken. Dion Camero met een bal op Quincy Tazelaar. Maar Quincy Tazelaar wordt op de hak gelopen door Bjorn Rellum. En dat betekent vrije trap. Wilco van Os met een snelle vrije trap op Jim Keuze. En Jim Keuze op Hakimis of Savi. Die maakt er al in de 11e minuut 1-0 van voor FC Zutphen. Dat wordt wat deze wedstrijd. Zo vroeg al. Snelle vrije trap van Wilco van Os. Jim Keuze met een uitstekende voorzet. Die prima over de doellijn wordt geschoten door Hakim Ezefsavi. Ja, dat is even genieten. Ook voor het publiek. Ondanks de regen. Dan WVF. Mark Bloemendaal die onderschept. Dion Camero. Ja, die ontwijkt een tackle van Matthijs van der Stegen. Dan een voorzet. Ja, die wordt weggekopt en Jim Keuze direct met een schot, maar die gaat hoog over het doel van Mike Ter Wiele. Jim Keuze. Voorzet. Ja. Voorzet wordt onderschept door Martijn van der Stegen en dat betekent een corner voor FC Zutphen. En de corner wordt genomen door Jim Keuze. Goeie corner, Dion Camero met een kopbal. Hij zorgt voor de 2-0 in de 33e minuut. FC Zutphen zit op rozen na een half uur spelen. Prima corner. Jim Keuze precies op het hoofd van Dion Camero. En Kevin Peters komt er niet aan. 2-0 voor FC Zutphen door Dion Camero. En Willem Westerlaken, helemaal enthousiast natuurlijk en die wil meer. Die jut de spelers nog eens op om vooral de kant op te gaan van het doel van Mike Ter Wiele.
Quincy Tazelaar. Prima paasje, Mark Bloemendaal. Hakim Issa-Savi en Dion Cameo met weer een doelpunt. Zijn tweede deze middag. En dat in de 38e minuut. 3-0 voor FC Zutphen. Prima uitgespeeld. En er ging een goede voorbereiding aan vanaf. Quincy Tazelaar, Mark Bloemendaal, die met een zeer gevoelig trapje. De bal die draait als het ware in de voeten van Hakim Issa-Savi. En die kan hem breed leggen, waardoor Dion Cameo de bal heel eenvoudig tegen de touwen aan kan schieten. 3-0, FC Zutphen, Dion Cameo. Een applaus van Jeroen Bleumink zo te zien op de achtergrond. Tom Daan, met een prima paasje op Hakim Issa-Savi. Die kan hem over de keeper lopen, maar dat lukt net niet. Blijft in balbezit en dan wordt de bal corner geschopt. Maar daar kwam verder niks uit. En dan de tweede helft. Uwe Middemissie op Tom de Haan. Hakim Issa-Savi. Gilles Alman in de tweede helft. Ingevallen voor Mark Bloemendaal. Koen van der Bos. En Aldo Joachim. Aldo Joachim probeert zijn man te passeren. Maar dat lukt niet. Gilles Alman met een prima paasje op Jem Keuze. In één keer dood. Legt hem op Hakim Issa-Savi. Hakim schiet en daar ziet de keeper er niet goed uit. En dat heeft Hakim Issa-Savi ook door. En die verontschuldigt zich. Maar dat betekent wel dat het 4-0 staat in de 55e minuut. Een prima paasje van Gilles Altman. Goed aangenomen door Jem Keuze. Die legt hem op Hakim Issa-Savi. En dan niet eens zo'n hard schot, maar ja, kennelijk door de stuit en de gladheid. Heeft de keeper de bal niet te pakken en gaat hij in het doel. 4-0 FC Zutphen. Ja, hoofdschudden. Dat hoort erbij bij zo'n actie. Wilke van Os. Joost Kuiper. Daan Boman, ook de tweede helft ingevallen. Aldo Joachim. Voorzet, lukt niet. Daan Boman. Maar Daan Boman schiet met zijn linkerbeen. Maar niet hard genoeg om keeper Mike de Wielen te verrassen. En het zien ook een paar oud-selectiespelers van vervlogen tijden. En dan een corner door Jem Keuze. Doorgekoopt. En daar staat Gijs Wasserveld op de goede plek om er 5-0 van te maken. Wat een ongekende luxe. Een prima corner natuurlijk weer van Jem Keuze. Die wordt doorgekopt en die komt precies bij Gijs Wasserveld. En die schiet de bal in het net. 5-0, doelpuntenmaker Gijs Wasserveld. En dat allemaal in de 72e minuut. En het is stil in de dugout van de gasten uit Zwolle. Gilles Altman nog steeds. Legt hem even af op Aldo Joachim. Een prachtige beweging bij Aldo Joachim. En nu dan de voorzet. Hakim Issa-Savi legt hem op Jem Keuze. Prima schot, maar keeper Mike de Wielen houdt de bal uitstekend. Hakim Issa-Savi en dan Tom de Haan met een schot. Maar dat is een rolletje. Daar kun je Mike de Wielen niet mee verrassen. En dat ziet ook deze supporter van WVF. Maar deed WVF dan helemaal niks? Jawel hoor, in de slotfase nog een keer. Saba Kwedelietse met Timon Bijmers. En Timon Bijmers mist maar net. Dan was het maar zo 5-1 geworden. Dan een corner. Quincy Tazelaar. Wilke van Os met een misser. Ja, het wordt niet goed uitverdedigd. Aldo Joachim. Joost Kuiper. Ja, Joost Kuiper. Wat een fantastisch mooi doelpunt. Joost Kuiper maakt er 6-0 van in de 86e minuut. Tjongejonge, ik wist niet dat hij dat in zich had. Quincy Tazelaar met de corner en ja, Wilke van Os neemt de bal niet goed aan, maar de bal die wordt niet goed verdedigd. En Aldo Joachim brengt de bal bij Joost Kuiper, die neemt hem aan, draait om zijn as en schiet meteen in het doel. Prima doelpunt, Joost Kuiper en dat betekent 6-0 voor FC Zutphen. En ja, terwijl iedereen geniet van het aantal doelpunten, zoeken deze meisjes hun heil elders. En dit... WVF helemaal niks? Jawel,
En weer een mooi schot van nummer 8, Timo Bijmers. En Umer de Mirsi moet daar reddend optreden. Om te voorkomen dat WVF nog een doelpunt maakt. Want dat is natuurlijk niet zo goed voor het FC Zutphen doelsaldo. Dan de corner van WVF. En daar, Jacco Slot met de mogelijkheid in de slotfase van de wedstrijd. Hij zorgde voor het slotakkoord. Want daarna zou helemaal niks meer gebeuren. FC Zutphen wint hier verdiend met 6-0. Gijs Wasserveld, eerst een rode kaart. Bleek een gele te zijn. En die pikt dus een doelpuntje mee. Evenals Joost Kuiper met een heel fraai doelpunt. De 6-0 voor FC Zutphen. Trainer en spelers natuurlijk ontzettend blij na deze winstpartij. Ook na de winstpartij op Barneveld. Zaterdag komt DZC op bezoek en ook die moet gewonnen worden, want het zijn allemaal nog finales tot aan het einde van de competitie. Nou, ik denk dat we met deze selectie veel kunnen winnen. Alleen, ja, denk ik gewoon dat het aan de instelling ligt. Als we elke wedstrijd beginnen zoals tegen Barneveld, dan heb ik heel veel vertrouwen. Ja, ik denk dat we gewoon door moeten gaan waar we nu gebleven zijn. En ook tegen de mindere ploegen. En je merkt maar, je ziet maar weer, ook vandaag en zaterdag tegen Barneveld is gewoon een gewoon weer teamprestatie. Iedereen werkt voor elkaar, iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Je wijst elkaar op fouten, maar gewoon op een positieve manier. En daar moeten we de komende weken gewoon op bouwen. En gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn. Joh. Ik bedoel, nou is er alleen maar meer zelfvertrouwen na deze overwinning. Aankomende zaterdag is DZC, dat is ook weer een ploeg die onderin staat, dus die vol de strijd al zou gaan om hier ons punt afhankelijk te maken. Nou ja, goed, daar zullen wij ons op moeten instellen. En daar, en dan zien we na zaterdag alweer. En dan, ja, dus zo moeten we het gewoon van week tot week bekijken. En dat heb ik elke keer gezegd. Dan zien we uiteindelijk waar we 10 of 12 mei, waar we dan staan. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij dan in de top 3 staan.